De zesde editie van de bouw- en woonbeurs is gisteren van start gegaan. Tot en met woensdag 10 augustus kunnen bezoekers in het Flamboyant Park informatie en adviezen verkrijgen over bouwen en verbouwen in Suriname. Dit evenement wordt georganiseerd door de Stichting Welzorg Suriname, STG. Gezien het feit dat de bouw- en woonwereld in Suriname blijft groeien, wil de organisatie graag bijdragen aan betaalbaar, duurzaam en kwalitatief bouwen. Vandaar dat alle bedrijven met diensten en producten die primair zijn in het bouwproces worden gebracht onder één dak voor de gemeenschap. Volgens Wiraj Gangaram Pandey, voorzitter van STG, doen 70 exposanten mee aan de beurs dit jaar. We moeten niet bang zijn omdat het crisis is en dan niet doorgaan met onze activiteiten. Juist in deze tijd is het nodig, vooral voor de exposanten, om een platform te hebben om zich te presenteren aan de gemeenschap. Met de nieuwe ideeën waarmee ze lopen en de nieuwe technieken, et cetera. En voor de gemeenschap ook een platform om dan die informatie te komen halen. En als u om zich heen kijkt en als u straks een rondleiding gaat nemen, dan gaat u met me eens zijn dat dit de prachtigste editie tot nu toe is van de bouw en woonbeurs. We merken dat bouwen is er nu dan. Dank u wel. Ja, voor de exposanten vooral. We merken dat bouwen in Suriname ook steeds moderner kan en wordt. En we zijn blij om met deze beurs aan te tonen dat Suriname niet achterblijft, maar ook meegaat met de nieuwe ontwikkelingen in de bouw- en woonwereld. Onze slogan, samen slimmer bouwen, ik zei het net al. We hebben ze gevraagd in januari, als we het samen doen, gaan we het halen. En dat is ook hetgeen dat deze beurs wens te reflecteren, namelijk diverse bedrijven, allemaal verschillende takken uit de bouwwereld, onder één dak brengen en duurzaam en efficiënt te bouwen in Suriname. Wiraj Gangaram Pandey. Minister John de Goyo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, zegt dat de regering het als haar plicht beschouwt om te voorzien in de woningbehoeften van vooral minder draagkrachtigen. De regering heeft daarom verschillende programma's in het beleid om de sociale woningnood te verhelpen, zegt de Goyo. Met het Low Income Shelter Program wordt er geldelijke subsidie beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de huisvestingssituatie, welke bestemd is voor gedefinieerde inkomensgroepen die over een titel op hun grond beschikken. Het Low Income Shelter programma list 2 is inmiddels verlopen, maar we zijn binnen het kader van de besprekingen met de ISDB drukdoende om list 3 te continueren binnen niet al te lange tijd. Er worden woningen in het kader van de landelijke woningbouwprogramma uitgevoerd en ter beschikking gesteld van het ministerie, die wij ook aan mensen met een kredietwaardigheid ter beschikking stellen. Voldoen aan de woningbehoeften in Suriname met u allen als partner wordt een stukje eenvoudiger. Samen kunnen wij dan werken aan betaalbare woonoplossingen. Oplossingen voor de beschikbaarheid van voldoende en goede bouwgrond, die vaak in handen is van verkavelaars en anderen, voor de beschikbaarheid van kapitaal, het mobiliseren van kennis en kunde met betrekking tot huisvesting. Aldus minister John de Goyo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De zesde editie van de bouw- en woonbeurs is gisteren van start gegaan. Tot en met woensdag 10 augustus kunnen bezoekers in het Flamboyant Park informatie en adviezen verkrijgen over bouwen en verbouwen in Suriname.